Welkom bij Debunked, waar we stellingen die je wel eens hoort, waar best nog wel wat op afvalt te dingen, ontkrachten. En vandaag gaan we het hebben over regeldruk voor ondernemers. Ik ben Roemke de Jong, uit het Friese Gorredijk. En tot ik in de Kamer kwam, was ik ondernemer. Ik heb mijn hele leven lang gewerkt voor een echte ijsjesfabriek. Kom maar op met die regels. De bakker mag geen fantasienamen meer geven aan hun broodjes. Alle ingrediënten moeten namelijk in de naam van het product staan. Dus tot ziens lentebrood. En hallo tarwe rogge deze pompoenpittenbrood. En tarwe fruit noot deze brood. Ja, dat werkt natuurlijk niet. Of bijvoorbeeld als het gaat over ijsjes. Dat je het niet hebt over chocolate brownie fudge ice cream. Maar dat je het hebt over chocolade roomijs met een vetpercentage van 5%. En stukken chocolade en koek. All right. Als ondernemer moet ik controleren wie er met de fiets naar het werk komt. Ja, waar deze ondernemer het over heeft, is een regel om te controleren of mensen inderdaad gebruik maken van deze fietsenregeling. De fietsenregeling is er om mensen te stimuleren om meer met de fiets naar het werk te gaan. Supergoed dat mensen natuurlijk op de fiets naar het werk gaan, maar in de praktijk betekent dat als je als ondernemer eigenlijk bij de poort moet staan om te controleren wie er op de fiets komt en wie niet. En dat werkt natuurlijk niet. Ik vervang elk jaar mijn stofzuiger, omdat de verplichte keuring duurder is dan de aanschaf van een nieuwe. Oké, ik krijg er warm van, jongens. Nee, het is duurder om mijn apparaat te laten keuren dan een nieuwe te kopen. Dus we kopen maar nieuw. Kleine apparatuur, een stofzuiger jaarlijks controleren, heeft niet heel veel zin. En zeker niet als het zo duur is. Hè? Dus je moet dat extern laten keuren. Dat kan natuurlijk een ondernemer zelf ook doen. Als iets niet werkt en je hebt gewoon je reguliere onderhoud, dan is er niks aan de hand. Maar ja. Dus het knijpt, want het is heel belangrijk voor de veiligheid. Maar ja, het werkt heel vervelend. Dat vond ik de meest pijnlijke. Dit zijn natuurlijk voorbeelden van doorgeslagen regelgeving. Maar ondernemers hebben hier elke dag mee te maken. En het wordt voor ondernemers steeds lastiger om bezig te zijn met hun dienst of product. En bezig met papieren invullen. En dat vertraagt. En dat vertraagt ook de ondernemerschap. En dat willen we verhelpen. Ja, toen ik ondernemer was, had ik zelf ook wel last van regeldruk. Bijvoorbeeld over een vloer die moet glad en afneembaar zijn voor hygiëneregels in de fabriek. Maar hij moet ook stroef zijn, zodat mensen er niet over uit kunnen glijden. Ja, die tegenstrijdigheid vond ik een hele lastige. Oké, dus wat gaat D66 nou doen tegen die regelgeving? In het regeerakkoord hebben we afgesproken onnodige regeldruk tegen te gaan. Daar gaan wij de komende tijd gelijk mee aan de slag. En wat mij betreft kijken we ook samen met die ondernemers naar wat nou wel logische regelgeving is en waar het gewoon niet werkt. Dus gewoon met gezond verstand kijken wat wel of niet werkt. Dat was hem weer, deze Debunked aflevering. Vind jij ook dat er voor ondernemers best minder regels mogen zijn? Of loop je zelf op tegen een muur van regels? Laat het ons even weten hier in de comments. Doei! Oh, dit wordt... Oh, dit gaat... Gaan we dat niet doen.